Radio 1. De Tros, de Tros. Wat is het toch een kringetje? Borsten zijn toch altijd een beetje luie dingen. Ja, hoe lang werk je al bij de radio, Bob? De hoogtepunten van een week Radio 1. Dit is Radio 1. Dat is weer zo'n idee dat hier in het Radiolab te horen zal zijn straks. Maar eerst gaan we naar een bijdrage van de EO. Ooit gaat het gebeuren. Je eigen begrafenis. Herinneringen, een lach en een traan. Maar wat wordt er over je gezegd? Als je dat nou eens zelf kon uitmaken. In Mijn Steen, een vooruitblik op je eigen begrafenis. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg. In deze eerste aflevering van Mijn Steen, Julia Samuel. Deze mooie vrouw presenteerde tv-programma's voor Veronica en RTL. En daarna begon ze een tandheelkundige kliniek. En sinds enkele jaren is ze de stuwende kracht achter Drive Against Malaria. Een organisatie die als doel heeft om Afrika malaria-vrij te maken. Julia heeft sinds 8 jaar borstkanker, waarvoor ze ook wordt behandeld. En ze schreef haar eigen grafrede. En ze koos zelf de muziek die op haar begrafenis moet klinken. Om te beginnen is dat het Agnus Dei in een compositie van Samuel Barber. Julia wijdde haar leven aan het helpen van anderen. En verplaatste een steen in de rivieren van de armsten in Afrika. Haar missie was geven en steunen. Het was haar ontembare gedrevenheid om kinderen te helpen die lijden. Zij bracht de toestand van de meest kwetsbaren onder de aandacht van de wereld. Haar boodschap van barmhartigheid aan getroffen landen blijft, zelfs nadat ze zelf ernstig ziek werd. Haar eigen strijd inspireerde haar humanitaire passie nog meer voor de meest achtergestelde gemeenschap in Afrika. Ze was vastberaden om hen nooit in de steek te laten en hen voor de onrechtvaardige dood te behoeden. Haar werk in het veld, het helpen van kinderen in nood, zal voortleven als deel van haar nalatenschap. Eigenlijk was het een hele eer om dit op te schrijven. Ik heb het wel opgeschreven met een heel vreemd gevoel in mijn maag. Want in feite hoef ik geen woorden van wat heeft ze toch mooie dingen gedaan in Afrika? Eigenlijk niet. Het is een beetje een tweestrijd. Het liefst zou ik zeggen, ze is gestorven. Punt. Als je aan mij vraagt waar zou je begraven willen worden, dan is dat in Afrika. Aan de Sanga-rivier, samen met de Bayaka-pygmeeën. Dat is een van de armste bevolkingsgroepen in de wereld. En daar voel ik me zo enorm thuis. En op het moment dat ik overlijd, en ik hoop dat ik daar overlijd, dan mogen zij mij begraven. En ik weet ook heel zeker dat ze dat op een hele speciale manier doen. Ze gaan mijn dood gaan ze vieren. Ze gaan niet huilen, maar ze gaan mijn dood vieren. Ze gaan zingen 24 uur per dag. En dat vind ik het allermooiste wat er is. Prachtige stemgeluiden, wat wij niet kunnen evenaren. Hele hoge stemmen die op het hoogste punt overslaan. En dan vervolgens gaat dat door in een soort koor en het herhaalt zich en het herhaalt zich en het herhaalt zich. En je raakt in een soort trance bijna. Het is zo prachtig. Zij trommelen de hele nacht om de boze geesten te verdrijven, dus het kwade weg te drijven. Zodat degene die is overleden rust kan hebben na de dood. En dat vind ik zo'n prachtige gedachte. Niet dat ik bang zou zijn dat het kwade met mij mee zou gaan, maar ik vind het wel heel lief en heel zoet.
Zij leven ook echt met de doden mee. En dat vind ik heel erg mooi. Zijn er behalve de pygmeeën helemaal geen andere mensen daar aanwezig? Daar zijn de pygmeeën, daar is David en daar zijn de mensen die ons daar helpen. Die zijn daarbij. En zij zullen het ook vieren. Ik denk niet dat David het zal vieren. Nee, David zou het heel erg vinden. Ik weet dat hij mij heel erg zal missen. Wie is David? David Robertson is een Engelsman die in 1988 is begonnen met de bestrijding van malaria. Ik heb hem in 1999 ontmoet tijdens de opname van een televisieprogramma. En ik was zo onder de indruk van deze Engelsman met één arm en één been die malaria bestrijdt in het grote continent Afrika. Dat ik toen heb besloten om een documentaire over hem te maken. En tijdens het maken van die documentaire ben ik zelf zo enorm geconfronteerd geweest met malaria dat ik dacht, ik moet hier iets aan doen. Toen heb ik tegen David gezegd, ik ga jou een beetje helpen. Nou, en dat beetje helpen, dat groeide uit tot, tot mijn levensmissie. Het helpen van mensen in Afrika. Wij werken nu ruim 6 maanden per jaar samen om in Afrika malaria te bestrijden. En hij is mijn drijvende kracht. We zijn soulmates. Wij kennen elkaar door en door. En dat moet ook. Je moet elkaar kunnen steunen. Want Afrika is geen gemakkelijk continent. We staan continu bloot aan gevaren. We hebben regelmatig geweren tegen ons hoofd aan gehad. En dan moet je maar hopen dat je het overleeft. En wij vinden ontzettend veel steun bij elkaar. En daarom op het moment dat ik ben gestorven in... Ik ben gestorven in Central Africa, dan zal hij mij enorm missen. Ik leef voort naar de dood. Ik denk dat ik nog steeds voort zal leven en zal mijn familie zal kunnen zien. Maar ook andere mensen kan zien. En misschien ook andere mensen nog een steuntje in de rug kan geven die het heel zwaar hebben. Want het leven is niet gemakkelijk. Maar mensen kennen jou als de presentatrice van Veronica. Dat is een heel ander beeld. Dat is een buitenkant. Dat is een heel dun laagje. Maar je hebt het wel gedaan. Dat heb ik wel gedaan omdat ik daar heel veel plezier in had. Maar materiële zaken is niet belangrijk. Het gaat erom wat er van binnen zit en wat je daarmee doet. Het gaat erom wat je denkt, hoe je tegen het leven aankijkt en wat je kunt gaan doen voor andere mensen. Omdat ik vind dat dat de essentie is, dat we hier zijn, dat we ervoor zorgen dat je gelukkig bent, dat je andere mensen gelukkig maakt en dat je andere mensen helpt. Ik vind het bijna een verplichting. Ik vind eigenlijk ook dat we een soort contract moeten afsluiten met God. Dat God zegt, je mag geboren worden, maar je moet wel een contract ondertekenen dat je zegt, als je op aarde bent, dan moet je iemand helpen. Ik weet dat God bestaat. Ik voel dat God bestaat. En we hebben ontzettend veel geluk dat God bestaat. Ik voel het. Ik hoef ook alleen maar te kijken naar David. Hij heeft bijvoorbeeld op zijn 18e een heel zwaar ongeluk gehad, waardoor hij 1 arm en 1 been mist. En een ander zou misschien overleden zijn, maar God heeft gedacht, jij hebt nog wat te doen. En hij wordt daarin gesteund in zijn leven. Ik voel dat. Er gebeuren dingen tijdens onze reizen door Afrika, want we hebben 43 Afrikaanse landen doorkruist. En wij hebben gereden over doorgebieden met landmijnen. Wij hebben regelmatig gewapende overvallen meegemaakt en overleefd. David heeft malaria overleefd. Ik heb malaria overleefd. En dan... Het is God die ons daarvoor behoedt. Die ons voor de dood behoedt. En het is ook Gods beslissing om te denken, nu is het genoeg geweest. En het is nog niet genoeg voor ons. We hebben nog wat te doen. Daarom geloof ik zeker dat God bestaat. En ik vind het een geruststelling. Ik denk dat je alleen kunt leven als je weet wat lijden is. Wat verwerf je dan?
weet je echt wat geluk is. Als je iets overkomt en je komt daar goed van af, dan zeg je, ik heb geluk gehad. Ik heb ook geluk gehad. Ik heb kanker, borstkanker, 2 tumoren in mijn borst, uitzaaiingen in mijn hersenen en in mijn botten. En ik ben er nog steeds. En ik word steeds gelukkiger. En ook als ik in Afrika ben, aan de ene kant zie ik zo ongelooflijk veel ellende en ik zie de dood elke dag in de ogen en voor ogen. Ik zie doodzieke kinderen die al in een coma-achtige toestand zijn en ik zie de armoede, maar dat zijn de meest gelukkige plekken en de meest gelukkige momenten voor mij. En die neem ik mee. En daarom vind ik, en zou ik ervoor kiezen om daar te sterven. Ik vind het erger voor mijn zusjes en voor mijn ouders en voor David. Maar voor mezelf, nee. Julia wijdde haar leven aan het helpen van anderen. En verplaatste een steen in de rivieren van de armsten in Afrika. Ze was vastberaden om hen nooit in de steek te laten en hen voor de onrechtvaardige dood te behoeden. Haar werk in het veld, het helpen van kinderen in nood, zal voortleven als deel van haar nalatenschap. Wij danken haar daarvoor. Dat was een bijdrage van de EO voor het Radiolab hier op Radio 1. Het is één van de vele ideeën die we kunnen laten horen vandaag en de komende weken op dit tijdstip op Radio 1. Wellicht ideeën die terugkeren hier op de zender op Radio 1. Hans Hogedoorn hier in de studio, stem van Radio 1, radiogeweten, zullen we het ook maar gelijk zo noemen. Hoe heb je zitten luisteren? Wel geboeid. Dit is een heel andere benadering van een levenseinde dan wat we daarvoor hoorden natuurlijk. Ja, daarvoor een portret van BNN, een portret tijdens iemands leven, ten dode opgeschreven heet het. Het thema is in dit half uurtje even de dood. En dat eerste portret was tamelijk eendimensionaal en hier zie je verschillende lagen in. En zelfs haar bekendheid als presentatrice kreeg hier een functie, omdat daardoor de mensen nog intenser gaan luisteren naar wat zij vertelt. En heel veel verschillende elementen komen hier samen. Allerlei dramatische dingen die het toch logisch maken wat ze vertelt. Plus een mooi gebruik van de muziek. Dramatisch is misschien zelfs een understatement. Het is natuurlijk een zeer aangrijpend verhaal. Ja. Zij zelf is daar gewend om over te praten. Moet je als luisteraar hiermee opgezadeld worden, om het maar eventjes heel cru te zeggen? Ik denk dat je hierin wel meegesleept wordt. Dat is wat ik bijvoorbeeld bedoelde aan het begin. Dat je vanzelf een beeld krijgt, niet alleen door haar voorkomen, maar ook door het werk dat ze doet, dat ze tamelijk beeldend beschrijft. En wat zij vindt van hoe zij in het leven staat en hoe zij met iemand anders samen in het leven staat en dat ze dingen aanvoelt. En of je dat nou wel of niet zelf zou kunnen aanvoelen, maar je voelt dat ze het meent. Ja, geboeid. Wat jou betreft verdient het een plek op Radio 1. Ja, zeker. Nou is het helaas voor Hans Hogedoorn niet aan Hans Hogedoorn om te beslissen wat er van deze ideeën overblijft. Dat zou het zijn. Ja, precies. Hans Hogedoorn zelf blijft gewoon altijd op Radio 1 overigens. Maar de programma-ideeën worden beoordeeld door zowel vakmensen als de luisteraar. En dat zijn jullie. En jullie kunnen allemaal je aanmelden voor het luisteraarspanel op radio1.nl. Doe dat ook vooral en laat even weten wat je van de verschillende programma's tot nu toe vindt. Even dit uur, Hans Hogedoorn, samenvattend. We gaan zo meteen weer verder met twee andere zeer sterke ideeën. Wat was je favoriet? Qua actualiteit, het eerste met de vakbondsvoorzitter. En qua documentaire, dat laatste, ja. Je moet toch even kiezen.
Ik vind het laatste mooier. Ja, de laatste. Ja. Goed, programma-idee van de EO dus. Ter dode opgeschreven hoorde je ook nog. En je hoorde ook nog uit de tent gelokt van de KRO. Je kunt alles nog nalezen en horen op radio1.nl. Maar blijf vooral hier luisteren, want volgende uur weer twee ideeën die zijn ingezonden. 40 ideeën zijn er ooit bedacht door programmamakers. 20 uitgekozen om uiteindelijk uit te voeren hier op de zender. De komende weken hoor je die op de zaterdagavond in het Radiolab. Twitter, @radio1nl als je een mening wil geven. En dat kan ook via de mail radiolab@radio.nl.